Twee weken geleden heb ik het filmpje laten zien van de kasten in Hummelo, waar ik wel en niet honingkamers op heb gezet. Dus de sterkere en de minder sterkere volken. Nu even een korte update van diezelfde volken. Zodat jullie een beetje beeld hebben hoe die zich ontwikkelen. Ik weet niet of ik alle volken laat zien, maar ik zal in ieder geval een voorbeeld van een sterkere en een zwakker volk laten zien. Dit was een gemiddeld sterk volk. Dit is de moeder van het volk wat hiernaast staat, wat een heel sterk volk was. Ik zal even de honingkamer laten zien. Nou, die zit bomvol met bijen. Ik weet ook niet of er al een beetje dracht is. Er staan hier koolzetvelden in de buurt op een kilometer afstand tot 1,5 kilometer afstand. Als ze even kunnen vliegen, dan zullen ze daar ook wel wat snoepen. Maar dit is gewoon nog zo goed als leeg. Er komt heel veel warmte uit de kas. Voel je altijd goed als het wat koeler buiten is. Hoeveel warmte er dan eigenlijk ontsnapt. Nou, hier zit een beetje in. Zie je, heel klein beetje. Hier zit een beetje in. Zie, een heel klein beetje. Maar ze vreten ook nog weer veel op, dus ja, dit mag allemaal nog geen naam hebben. Er zijn wel kasten waar ik snel een tweede honingkamer op wil plaatsen. Want bijen moeten altijd ruimte hebben om de nectar goed te drogen en om te zitten. Maar je zag al hoeveel bijen er in deze honingkamer zitten. Dus het zijn wel volken waar snel een tweede honingkamer op moet. Dat wil ik vrijdag gaan doen. Oh ja, er zit wel gewicht in. Oké. Nou. Maar ook hiernaast zitten nog weer veel bijen te wachten op betere tijden. Een beetje rook gebruiken, want bijen zijn echt chagrijnig. Het regent ook een beetje. Dus ik zal snel handelen. Kijken of ze nog een extra raam nodig hebben in de broedkamer. Roken doet het niet best. Heb ik de nood even aangemaakt. Dit is de broedkamer. Darrenbroed. Nou, helemaal wit. De larfjes zijn... Ja, liggen goed in het sap. Deze kant al verzegeld en de bovenkant is helemaal belegd. Dus de buitenkant van het broednest is helemaal broed. Nou, dan is het eerste raam hier 100% broed. Ik sla gelijk een paar ramen over. Ik hoef ze niet allemaal te zien. Deze is ook nog steeds 100%. Deze is ook nog 100% broed. En het laatste raam is ook 100% broed. Tot in de hoekjes belegd. Dus dat heeft ze keurig gedaan. Dus dit zijn 2, 4, 6 ramen. Dan krijgt ze van mij een 7e raam erbij. Als ze die niet zelf al in gebruik heeft genomen. Allemaal jonge bijtjes, allemaal grijsjes hier op de kantraam. Dan schuif ik dit raam naar binnen. Dat is een stuifmeelraam trouwens. Die wil ik dan eigenlijk niet in het broednest hangen. Kijk wat het raam ernaast is. Ook een stuifmeelraam. Ja, daar kan ik weinig aan doen. Dan hang ik deze, lijkt iets mooier, hang ik deze in het broednest. Hoppakee. Die er weer tegenaan. Zo. Zo, dan gaat hier het moerrooster weer op. Bijtjes even terug in de kast. Nou, nog geen prikjes gehad, dat verwondert me. Want bijen houden echt niet van regen. Plakkee. Nou, dat is goed. Er zit wel wat gewicht in. Maar ja, een paar kilo zo boven je hoofd tillen is ook al snel zwaar. Dit was een gemiddeld sterk volk en is nu gewoon een sterk volk.